Hallo allemaal, leuk dat je kijkt bij deze nieuwe video. Ik ben graag op stal, want het waait heel hard. Dus ik dacht misschien dat oortjes helpen en misschien dat het echt alleen maar 40 keer zo erg maakt. Maar ik ga even naar de wei en ik ga vandaag even een stukje rijden. Voor mij is het nog best wel vroeg. Het is, ik denk 9:45 of zo. En ik wil gewoon dat King, deze wind, dat het niet te heet wordt voor King. Hij is natuurlijk al wat ouder en ik wil niet dat hij... Ja, ze helemaal doodloopt in deze hitte. Sorry voor het beeld. Hey, jongen. Hey. Hou je lekker al het kuilgras en zo lekker voor jezelf? Alles staat ver weg. Maar wat ik dus wilde zeggen, want ik moest even het hek dicht doen. Is dat het gewoon te heet is, zeg maar, als je pas in het middag gaat rijden. En helaas is onze stal pas om 10 uur open. Dat is soms wel heel vervelend. Maar ja, daar moet je mee dealen als je op zo'n stal staat. Dus dan gaan we nu even rijden. We gaan gewoon niet te lang doen, gewoon eventjes. Dus ik hoop trouwens dat iemand kan filmen. King, kom. Ja, maar lekker eten. Nou, in ieder geval, ik ga King even poetsen. Even opzadelen. En dan eventjes lekker een stukje rijden. Want dat is al best wel even geleden. Dus ja, lijkt me wel even leuk. Jongens, ik ben net klaar met rijden. Zo'n stal-eigenaar is hiernaast even bezig. En King zat er even zijn poepje te doen. Maar we hebben eventjes gereden. Niet heel lang. En hij was natuurlijk best wel lang niet gereden, zoals ik zei. Dus het was best wel een beetje stijfjes. Maar het is wel goed gekomen. Moest wel één keer een beetje boos worden, omdat hij echt vervelend deed, zeg maar. Maar ja, dat hebben we denk ik allemaal wel eens een keertje. En... morgen is een hele speciale dag, want morgen wordt King 26 jaar. En dan gaan we natuurlijk super groot vieren. Dus in vorige week of zei ik al, er komt wel een stukje van in. Dat ga ik zeker doen. Maar ik ga er gewoon een hele aparte video van maken, omdat ik het zo speciaal vind. Dus ik ga King eventjes zo meteen afspoelen. Oeh, dat was zijn oor. Ik moet nog even zijn peeskappen uitdoen. En dan mag hij weer lekker terug op de wei. En dat is even de planning. Zo, ik heb er toch even voor gekozen om King niet af te spoelen in verband met die hitte. Want ik heb volgens mij al 40.000 keer gezegd dat dat laagje water wat je opzoekt wordt dus gewoon 2 keer zo warm. En het is niet dat hij heel bezweet was. En er staat toch best wel een wind en die is wel lekker eigenlijk. Dus ik denk dat hij zo wel genoeg afkoelt. En we hebben natuurlijk goed uitgestapt. Dus als het goed is, is hij niet meer warm. En hij staat nou weer lekker te eten. En King heeft natuurlijk nu ook een beetje vakantie, want mijn tante gaat over 3 dagen weg. En dan ben ik zeg maar 3 weken verantwoordelijk voor hem. Dan ben ik natuurlijk eigenlijk altijd al, maar niet zoveel. Maar er zijn dagen dat King gewoon lekker niks doet. Gewoon de hele dag op de wei. En dan s'avonds een hapje krijgt en voor de rest eigenlijk niks. Dus ja, dat wil ik nog even zeggen. Dat, ja, de weken vroeg die eraan komen zijn natuurlijk wel leuk. Maar gewoon allemaal een tandje rustiger. Dus allemaal, het is vandaag woensdag en dat betekent dat King jarig is! Woe! Hij is vandaag 26 jaar oud geworden en ik heb hem net al even geëid. En dan hebben Amber... Even vrienden maken. Amber en ik, die hebben eigenlijk al een hele trip erop zitten, want mijn nicht is mee. We gingen eerst naar de Decathlon, want we hadden een leuke rijbroek gezien, maar die zat toch niet helemaal zoals ik wilde. En toen fietsen ze naar hier, dus dat was best wel een stuk fietsen. Maar we hebben het overleefd. We zijn nu op stal. We gaan eventjes een boterhammetje eten. En daarna gaan we de paardentaart voor King maken. En daar komt een aparte video van. Maar die hebben jullie al gezien. Want deze week kon natuurlijk op de maandag online. En als jullie het kijken was King vorige week jarig. Dus die hebben jullie al gezien. En ik vond het wel een leuke creatie. Dus ja, dus dat wordt wel een leuke dag vandaag. We gaan lekker veel chill doen. En ik heb er heel veel zin in. Ik hoop echt heel erg dat jullie mij horen in verband met en de wind en mijn stal-eigenaar is hier lekker achter bezig met de verbouwing. Maar vandaag is een hele leuke dag. King is vandaag jarig en dat betekent heel veel eten voor het paard. En ik had een leuke variatie bedacht. Ik weet niet of het gaat, of dat het gaat werken. Ik heb nog nooit getest. En ik wil het eigenlijk eerst op een appelbal doen. Maar die appelbal die hing zo vast dat ik hem die niet afkreeg. Dus ik dacht, nou, dan gaan we het hierop proberen. Mocht het nou een keer leuk zijn, dan gaan we echt nog een keer op de appelbal doen. Maar dan zit gewoon een voorproefje. Dan gebruikt hij dit gelijk ook heel goed.
En ik heb ook wat benodigdheden. Dat is makkelijk voor wil je dit ook doen. Ik heb zo'n kwastje met zo'n siliconen kwastje. Zo'n kwastje met een siliconen kwastje. Maakt niet uit. Je hebt zo'n dingetje nodig. Dan heb je daarnaast, kan je appelstroop gebruiken. Of iets van andere stroop. Ik gebruik deze. Dat plakt lekker voor mijn gevoel. Ik heb het wel heel goed ingepakt. Ik dacht van ja, ik heb geen zin dat dit straks gaat lekken in mijn tas. Dus ik pak dit vooral goed in. Dan heb ik een schep met wat musli erin. Dit is gewoon een senior, speciale senior musli. En dus een voorwerp waar je het op wilt doen. Ik zou het wel op een voorwerp doen dat je wat los zit, zeg maar. Want ga je het ergens op wat vast zit, dus gewoon aan de stalwand. En het werkt bijvoorbeeld niet, dan kan je het er niet afhalen, want dan zit het vast. Dit kan je bijvoorbeeld makkelijk even ergens onder een kraan houden. Dus dit zijn de benodigdheden. Oké, ik heb even een nieuwe setting bedacht. Je pakt dus je kwastje en je gaat ermee door de appelstroop. En dan gaat je kwastje er dus zo uitzien. En dan ga je even de bovenkant hiermee insmeren. En ben vooral niet te zuinig, jongens. Nou, en dan... dan komt hij er dus een beetje zo uit te zien. En ja, dan zit er gewoon een goed laagje op. En het is voor mij ook maar uitproberen. Dus ja, misschien dat er nog wel een dikker laagje op moet. Maar pak gewoon een paar musli-dingetjes. Die leg ik erop. Dat doe je een beetje verspreiden. Dan leggen we deze, geef ik even aan mijn assistenten. Appelstroop. Hier komt de test. Kijk, zit erop, jongens. Nice. Nou, dit vind ik wel heel leuk. Nou, en zo kan je er dus zelf voor kiezen hoeveel je erop gaat doen. Ik ga er nog wat bij gooien. En mocht het nou niet plakken, dan kan je ervoor kiezen om er ja, wat extra appelstroop te doen. Ik moet heel de tijd denken aan appelmoes. Maar wat extra appelstroop en even een beetje aanduwen. En er zijn natuurlijk alle stukjes die niet zullen blijven plakken, omdat ze gewoon wat zwaarder zijn. Maar ja, het is gewoon heel leuk om te doen. En dan is dit dus je liksteen. Oh, ik vind de liksteen eigenlijk ook wel heel erg leuk uitzien. En dan gaan we deze meteen maar eens even aan King geven. Want King zat in een logeerbak. Even te chillen in de schaduw. Dus dan gaan we deze even mooi laten checken. En dit kan je dus, zoals ik net zei, ook op verschillende andere dingen doen. Zoals bijvoorbeeld zo'n appelbal of iets anders op een andere liksteen of zo. Dus wij gaan deze even laten testen door King. Nou, ik ben heel benieuwd. Oké, ik heb King eventjes uit de logeerbak gehaald. En ja! Is het lekker? Ja! Hier, doe maar proeven. Doe maar proeven. Doe dan. Doe maar proeven. Zet een stap vooruit, jongen. Kom. Ja, goed zo. Oh, hallo. Hij vindt het lekker. Ja. Ook de appelstroop, jongens, vindt hij erg lekker. Nou, ik denk dat deze wel geslaagd is, jongens. Ja, denk ik ook wel. Allemaal, het is vandaag zaterdag en ik ben eventjes op stal. Het is vandaag, wordt het weer warm, maar eigenlijk is het heel erg lekker nu. King is zo te zien weer gewisseld van wei. En ik ben van plan om een beetje natural horsemanship te doen. En dan ga ik jullie zo meteen, zodra ik King gehaald heb, ga ik jullie daar wat meer uitleg over geven. Ik zit even in de springbaan met King en ik wilde jullie nog even uitleggen wat ik nou precies bedoelde met dat natural horsemanship. Ik heb daar een les over gehad toen ik naar de paardenruiter instructieweek ging. En ik zit heel erg te knijpen met mijn ogen, want daar zit de zon. Maar waar was ik gebleven?
Net voor horsemanship is dus dat je alles doet in de natuur van een paard. En ik heb er echt heel lang uitleg over gehad, ik denk al bijna een kwartier lang. Die ga ik jullie niet allemaal uitleggen, want dan wordt deze video echt te lang. Dus in die in dat National Horsemanship heb je een paar stappen, volgens mij waren het 7 of 8. En wij gingen dus de eerste 3 doen en daar heb je dus het respect voor je paard en dat is dus super belangrijk. En ik was natuurlijk niet met King na die weken, dus ik dacht, ik wil natuurlijk ook wel met King testen of dat hij dit doet. En dat doet hij ook. Dus ik dacht, ik ga het jullie laten zien. Anyway, ik ga King zo meteen pakken met mijn touwtje en dan ga ik jullie laten zien hoe ik dat doe en dan geef je ook wat uitleg erbij. Ik zal het niet helemaal volledig goed doen, want het is ondertussen al januari, februari, maart, april, mei, juni, weer bijna 2 of 3 maanden geleden. Maar ik probeer het gewoon zo goed mogelijk uit te leggen. En dan kan je het ook proberen. En ben je nou benieuwd naar zo'n les, dan kan je altijd haar informeren. Ik zal haar mailadres hieronder even linken of in ieder geval erin zetten. Dan kan je haar altijd een bericht sturen mocht je les van haar willen. Ze zit wel helemaal het noorden van het land, dus echt Groningen, Friesland er ergens. Maar je kan altijd een les nemen. Leuk hè? Lief kopje. Nou, ik zal je ook nog even wat vertellen wat je nodig hebt. Je hebt dus nodig een touwtje. Ik heb dus ook zo'n oranje gekregen van Applejack en er zit dus aan de achterkant. Dit is zo'n dingetje. Dat kan. Wat je kan doen is gewoon een normaal halster gebruiken of een touwhalster. Ligt eraan wat je hebt en wat je fijn vindt. In principe kan dat... Oeh, pas terug. In principe kan je alles gebruiken wat je fijn vindt. En eigenlijk wat ik net deed is eigenlijk al de eerste stap die je kan gaan doen. En dat is dat hij moet luisteren. Dat als jij graag met je paard naar achter wil, dat hij dat ook doet. Dus zelfs nu, King's hoofd is weg. Dus ik zorg rustig dat de aandacht weer bij mij komt. En de druk bouw je rustig op. Dus ik wil dat zijn hoofd voor mij komt. In ieder geval vlak bij mij. En dan gaat hij bijvoorbeeld weglopen. Nou, dan ben je even zo van hier blijven. En wat belangrijk is, is met de druk. Even een makkelijk voorbeeld. Als je aan tafel zit en jouw broertje... Die moet opschuiven, want die zit naast je, maar die zit veel te dicht tegen jou aan. Dan wil je hem wegduwen. Maar jij doet niet in één keer zo. Je doet heel rustig, ga je hem wegduwen. Dat is hetzelfde met paarden. Je doet heel rustig, drijf je ze naar achter. Dus met je ene hand pak je je touwtje vast. En met, zeg maar, doe je met je rechterhand en met je linkerhand. Duw je dus rustig. King, kom. Duw je dus rustig op zijn borst en de druk bouw je dus op. Dus ik geef eerst zo van terug. Nou, en dan help je dus samen weer met het hoofd. En zodra die reageert, laat je los. Want dat is zeg maar de beloning voor hen. Dat is hetzelfde tijdens het rijden met de aanleiding in de mond. Geef jij druk, dan moet je paard erop reageren. Reageert je paard, dan laat je los. Dan doe je weer zacht, zeg maar. Dat is hetzelfde met dit. Dan gaan we hem nog een keertje doen. En dan ga ik eventjes aan de rechterkant staan. Dus zo moet je het eigenlijk aan beide zijden dus even een paar keer oefenen. Ik zal hem nog één keer herhalen. Je houdt dus je linkerhand, hou je touwtje vast. Dan kan je hem hier... lekker loslaten. En dan met je rechterhand ga je naar de borst toe. En op beide dingen geef je dus druk. Tot hij gaat. En dan laat je weer los, want dan heeft hij het goed gedaan. Nou, dit kan je dus een paar keer herhalen tot hij het doet. Maar doet hij het nou niet en denk je, ja, dit lukt me niet. Dan kan je dus ervoor kiezen om de druk wat op te voeren. Dus wat harder. Dus ga gewoon wat harder drukken tot hij reageert. En je mag dan niet tussendoor denken... Oh, je doet het natuurlijk, stop wel even. Nee, je moet blijven doorgaan, want anders gaat hij leren dat als hij niks doet, dat dat goed is. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik ga dit nog een paar keer oefenen en dan gaan we verder naar opgave 2. Zo. King die is heel erg afgeleid. Het is eigenlijk wel een goeie voor deze video. Want dan kan ik dus heel goed laten zien hoe ik King weer bij mij haal, zeg maar. Dus nu is dat King, zoals je ziet, helemaal hier zo, in zover. Dus dan ga ik hem weer even terughalen. Nou, en wat deze ook heel goed helpt, is als het een paar keer gelukt is, dan gaan ze het eigenlijk steeds makkelijker doen. Dan denk ze, ja, die druk vind ik eigenlijk niet zo prettig. Dus als ik dan nou snel vanaf ben, dan help ik even mee. En dan gaat het een stuk makkelijker. Nou, dan gaan we door naar het volgende. Ik weet de volgorde van deze twee eigenlijk niet meer, maar ik ga gewoon beginnen met degene die mij het makkelijkste lijkt. En dat is dat je je linkerhand plaatst je bij het halster. En dan op het tussenstuk, zeg maar, dat van de neus naar dat punt gaat, zeg maar. Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Daar hou je je paard vast. Dan ga je met je rechterhand ga je naar de buik van je paard. Dat doe je heel zacht, dat is natuurlijk super gevoelig. Dan haal je het hoofd van je paard naar je toe. En dan geef je druk.
Nou, en dan draait je paard een rondje. Kom maar. Kom maar. Nou, en mee dat hij dus dat rondje draait, is het dus de bedoeling dat zijn voorbenen een soort van blijven staan. En dat zijn achterhand eromheen draait. Dus dan heb je eigenlijk een soort van, ja, een soort van keertwending. En dan is hij natuurlijk onder voorhand, want hij draait onder voorhand. En deze is wat lastiger. Deze moet je gewoon even de tijd voor nemen en dat gewoon rustig doen. En ook hier weer rustig beginnen met de druk. En daarna pas de druk opvoeren. Dus ja, gewoon eerst even rustig proberen. Oh, daar komt King even met zijn neus. Dus ja, het is heel leuk om te doen. En zo leer je paard goed kennen en zo heb je echt respect voor elkaar. Dus ook dit gaan we nu even oefenen. En dan gaan we verder zo meteen in opgave 3. Zo, ook dit hebben wij net eventjes geoefend. En op de ene hand zal je paard het makkelijker doen dan op de andere hand. En dan gaan we door naar de laatste. Dat is dus de keertwending om de achterhand. En dit is bijvoorbeeld ook oefeningen die je gewoon terug ziet in proeven. En daarom is het dus ook heel grappig om ze eigenlijk zo te oefenen. Dan kan je je paard een beetje erop voorbereiden hoe het er straks uitziet. Nou, dan is het belangrijk dat je je paard weer vasthoudt. En dan kan je het makkelijkste dus ja, even één kant van je touwtje vastpakken. En je hand weer bij het halster van je paard. Nou, en dan ga je dus niet het hoofd van het paard naar je toe halen, maar dan ga je eens van je af doen. En dan plaats je je rechterhand op de schouder van je paard en geef je zachtjes weer druk. Nou, wij zijn helemaal weggedraaid, maar doet hij het nou goed, dan laat je ze weer los. Want de druk eraf is een beloning dat hij het goed doet. En gaat het nou straks heel goed, dan kan je dus er ook voor kiezen om dit bijvoorbeeld met snoepjes of zo te doen. En ja, dit zijn dus eigenlijk een beetje de drie basisdingen. Ja, dit is gewoon vooral oefenen, jongens. En het zal echt niet allemaal in één keer goed gaan. En ik moet eerlijk zeggen, ik dacht eerst toen we die les kregen van deze horsemanship van... vind ik dit wel leuk? En ik vond het eigenlijk altijd maar een beetje vreemd. En eigenlijk vond ik het best wel interessant. Ondanks dat ik dacht, oh, wat een saaie meuk en zo, een beetje saai. Dus eigenlijk is het best wel leuk om te oefenen met je paard. Zodat je dus die betere band eigenlijk krijgt. En het is niet dat je hier uren mee bezig hoeft te zijn. Je bent hier misschien op een dag, kan je dit bijvoorbeeld elke keer 10 minuutjes doen. Wat zijn er 10 minuutjes? Dus dat is best wel leuk om te oefenen. Nou, dat was dit. Het stukje horsemanship. Natural horsemanship moet ik zeggen. King en ik die gaan... ik ga King even schoonmaken en lekker poetsen. En ja... Ik vond het wel leuk om op te nemen. Ik hoop dat jullie genoeg hebben kunnen zien. Ik ben natuurlijk best wel een paar keer weggedraaid. Maar ja, ik ben benieuwd of dat jullie dit ook zo leuk vinden. Zo, ik heb King nog eventjes geborsteld. En hij mocht voor mij nog eventjes appelhappen en wortelhappen. Ik had onze grote rode emmer had ik gevuld met wat water. En daar had ik dus de appel en twee wortels in gegooid. En eigenlijk vond hij die best wel snel. Toen dacht ik, daar word je echt goed in. Want toen King 24 was geworden, heb ik dit gedaan voor zijn verjaardag. Toen had ik heel veel appels gekocht. En ja, dat was natuurlijk wel heel grappig om te zien. En nu zat hij op de wei en King was verbrand bij zijn neus. Het was helemaal, het was zo droog geworden als woestijngrond. En dat was super sneu. Dus ja, dat was wel zielig. En daar doe ik dus uierzalf op. En dat doe ik vooral richting de middag. Want anders, ja, dan wordt dat natuurlijk... vies en dan heeft het geen nut. Zodat het eigenlijk heel de nacht in kan trekken en dan kan het genezen. En dat heb ik woensdag voor de eerste keer opgedaan. En eigenlijk is het al een heel stuk verbeterd. Het is een stuk zachter weer geworden. Dus ik heb het vandaag gewoon lekker nog een keer gedaan. En dan wil ik hierbij deze week nog afsluiten. En dan wil ik nog één leuk ding vertellen. Komende woensdag komt er echt een te gekke video online. En dat wordt echt fantastisch. Dus ik zou zeggen, ga vooral woensdag kijken. Vergeet je niet voor deze video een duim omhoog te doen. En nog te abonneren als je niks van mij wilt missen op die rode knop hieronder. En dan zie ik je volgende week weer. Doei!